Klaartje Kreis. Die heeft een documentaire gemaakt over Anton Corbijn. Inside Out heet het. Ja. Het is een wereldberoemde fotograaf inmiddels. Hij heeft hoge vlucht genomen. Hij heeft nu ook films geregisseerd. Het was, zoals je in het begin al zei, niet jouw ding eigenlijk, dat soort documentaires. Meer, hoe kom je dan aan Anton Corbijn? Ja, nou, ik heb eigenlijk nooit een film over hem willen maken. Het was nooit een plan, maar we waren bevriend. En ik woonde in New York en toen ging ik in Londen wonen, terwijl hij van Londen naar Amsterdam ging. En toen heeft hij op een gegeven moment gevraagd of ik naar een film wilde kijken die mensen over hem aan het maken waren en wat ik ervan vond. En ik vond het helemaal geen goede film. En ik zei, nou, in ieder geval, je moet een gesprek opnemen. En we hebben dat gesprek opgenomen. En eigenlijk is uit dat gesprek deze film ontstaan. Dus het is een toevallige loop van omstandigheden geweest. Je hebt hem een jaar of vier gevolgd, geloof ik, hè? Ja. Nou ja, laten we zeggen, in een tijdspanne van 4 jaar. Ja. Hoe ging dat dan? Zo af en toe eens een dagje bellen en van, mag ik weer eens even met je mee? Of hoe werkt dat? Het heeft eigenlijk even geduurd voordat ik een producent had. Left Pictures, die aan boord zijn gekomen. Maar daarvoor had hij bijvoorbeeld een shoot met Bono. En toen hadden we al een beetje het idee van, god, misschien is het een leuk idee om deze film te maken. Mm-hmm. Dus toen ben ik al een keer mee geweest naar Dublin. En toen hij de film met George Clooney ging maken, toen had ik ook het gevoel, nu moet ik echt mee. En toen heeft deze productiemaatschappij, die nog helemaal geen financiering had, gezegd, oké, dan gaan wij dat voor. En zij vinden dat verder niet vervelend. Bono zegt dan niet, wat doet die mevrouw daar met die camera? Nee. Anton die was heel supportive van deze film. Dus ja, Hij heeft ons de hele tijd geïntroduceerd. En ik denk wel dat Bono het een beetje raar vond, want ik was heel erg op Anton gericht. Ja. En ik zei op een gegeven moment. En toen zei ik op een gegeven moment ook, kan je een beetje opzij, want ik moet Anton hebben. En dat was denk ik heel raar. Maar ik denk dat daardoor, ook omdat ik een soort ontzettende naïviteit had met dit soort mensen, ik was gewoon gericht op Anton, want dat was mijn onderwerp, dat ook wel in mijn voordeel heeft gewerkt. Ik denk ook dat ze me niet als een soort van stalker zagen of zo, of iemand die stiekem dan bij hun wilde komen. En dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wilde een film over Anton maken. En zij begrepen ook wel dat Anton zo belangrijk en beroemd of zo bijzonder was dat daar een film over gemaakt kon worden. Ja, ik denk dat zeker zoals U2. Nou ja, trouwens, die slepen ook voortdurend allerlei mensen met zich mee die ook weer films over hun maken. Het is een heel circus van mensen die elkaar filmen. Ja, dus dan liepen we inderdaad over dat strand in een soort allemaal camera's met camera's die mensen volgden. Zullen we even kijken naar een aantal shoots, zoals jij dat noemt, met sterren? Very, very rare sighting of the photographer Anton Corp using an actual Polaroid, which was a film stock that they used to use in the late 20th century. Anton, what we'd like is we'd like you just a little bit here. Thank you. Are you coming here to shoot it? We're crossing the axis here, actually. We're shooting from many directions. Here, we do our scene this way. Is this helpful? Yes. That is fucking beautiful. Mm. That looks pretty intense. Looks great. Wow. Isn't that great? Wow. There's more than one great photo here. Mm-hmm. God damn. Make another record now. Yes. Mm-hmm. All that great stuff we did is right it's there in the photos. Als je het zo ziet, hè, en als je zo ziet hoe met vol bewondering Lou Reed praat over Corbijn, hoe zou dat komen? Wat is het wat hij heeft? Nou, hij heeft denk ik zo'n groot talent om op de een of andere manier iets uit jou te halen of iets in jou te zien en daar eigenlijk iets heel moois van te maken. Weliswaar rauw en op zijn manier. Maar toch haalt hij natuurlijk iets uit iemand wat iemand graag wil zien. Ik bedoel, hij heeft zelfs foto's van mij gemaakt. En was ik ook verbaasd van, god, weet je wel. Nou, ik wist niet dat ik er zo uitzag. Dus hij heeft iets wat hij uit mensen maakt. En ik denk ook dat daarom al die mensen graag door hem gefotografeerd willen worden. Want dit is dan U2 en ze hebben al een relatie van 30 jaar. Ja. Hè, werken ze samen. Maar zo'n Coldplay, dat is nu ook een populaire band. Juist, en die willen ook weer door hem gefotografeerd worden. Ja. Dus ik denk dat die aan de ene kant een soort schoonheid uit je haalt en aan de andere kant ook een echtheid en een rauwheid. Maar ze doen ook veel voor hem. Want wat ik niet wist, maar nu in jouw film zag, is dat hij eerst, Anton, dan op locatiebezoek gaat en dan iets ziet waarvan hij denkt, ja, dit is het. En kennelijk krijgt hij het voor elkaar dat ze allemaal daar dan ook naartoe gaan.
Ja, ja. Dat is gewoon het vliegtuig in en van ik heb een locatie voor de foto, hier gaan jullie naartoe. Ja. Ja, maar ik denk dat mensen zoveel vertrouwen in hem hebben. En hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang met, zoals U2, gewerkt. Dat die mensen zich dat dan niet gaan afvragen van god, is dit wel een leuke locatie. Dat doen ze dan, omdat ze gewoon weten dat het goed zal zijn en dat het er altijd goed uit zal zien en altijd kwaliteit heeft. Ja. Meneer Kamp, bent u al door Anton Corbijn gefotografeerd? Nee. Ik vraag me trouwens af, bent u daar op die foto? Nee, dat is wel heel aardig van u, maar... Oude flirt ook, hè, die Kamp. Ze is een kampje, ja. Toch wel een kampje gescoord. Ja. Maar ze is 20 jaar jonger dan ik. Maar stel nou dat Anton Corbijn de opdracht krijgt, ja, en aanvaardt, dat neem je even mee voor het gemak, om Henk Kamp te fotograferen. Ja. Wat doet hij dan met Henk Kamp? Een hele stapel dossiers. Nee, maar wat ziet hij dan wat wij niet zien of over het hoofd zien? Of... Ja, dat weet ik niet. Mag ik even naar kijken? Nee, dat weet ik niet, want ik ben niet hem. Nee, maar jij hebt hem zien werken. Je weet wat hij dan doet. Ja, nou ja, god. Kijk, over het algemeen heb ik hem natuurlijk gezien met rock, of hoe noem je dat, zangers en modellen. En, maar inderdaad, zo'n Herbert Grönemeyer, die daar ook in zit, dat is ook al een wat oudere man. En daar maakt hij dan toch ook weer iets van. Nou, niet dan, sorry. Zelfs daar maakt hij nog wat van. Zo kan hij wel. Herken je als je 5 foto's voor je zou krijgen, of 10 foto's van 10 verschillende fotografen van een popster? Zeg jij, dit is de Corbijn? Ja, ik denk wel dat ik het kan. En ik denk ook wel eens, soms kijk ik ook samen met hem naar foto's. Of dat heb ik wel in het verleden gedaan. En dan pikken we ook wel allebei de foto's uit die we allebei mooi vinden. Dus ik heb wel het idee dat ik hem in die zin echt heb leren kennen. Wij ook een beetje, maar tegelijkertijd ook niet. Want het blijft toch, naar mijn idee, in de film een schuchtere, verlegen... tenminste, zo komt het over, man die het moeilijk vindt om over zichzelf te praten en zichzelf bloot te geven. Ja, nou, ik vind hem eigenlijk niet zo verlegen en ook niet zo schuchter. Ik vind hem, ja, wel misschien als hij over zichzelf moet praten, waar ik hem toe gedwongen heb, dan is hij, dat vindt hij vervelend en vindt hij denk ik irritant. Waarom vindt hij dat vervelend? Waar komt dat vandaan? Ik denk dat het iemand is die gewoon eigenlijk liever niet over zichzelf nadenkt. En dat een beetje uit de weg wil gaan. Aan de andere kant denk ik, hij wist natuurlijk op het moment dat ik die film met hem ging doen, dat ik anders was dan andere mensen. Omdat ik nou eenmaal erg in mensen ben geïnteresseerd. Eigenlijk had ik helemaal niet zoveel vragen over zijn werk, meer over hem. Dus hij heeft dat gewild. Dus ik denk dat ook van... Ja, misschien wel van ons beiden een soort onderzoek is geweest. Ik ook naar iemand die zo visueel is ingesteld. Je zit op een gegeven moment met hem in een kerk. Ja. En volgens mij is dat niet voor niks. Dat is omdat je wil aangeven, misschien hij zelf wel, ik geloof het Nederlands hervormde geloof, iets met hem gedaan heeft waardoor hij is zoals hij is. Ja, nou ja, ik wou nog even afmaken. Ik denk dat hij ook wel op een punt in zijn leven was waarin hij wel klaar was om met zichzelf geconfronteerd te worden. En dat had hij misschien nooit gedaan. Of het is niet iemand die eindeloos bij therapeuten zit, zal ik maar zeggen. Maar volgens mij was hij er wel klaar voor op een bepaalde manier. En voor zijn doen, vind ik, heeft hij zich dus ontzettend opengesteld. Maar sorry, wat was nou je vraag? Of dat geloof, dat geloof niet een rol speelt. Dat er zo'n duidelijke scène in zit in die kerk. Tuurlijk. Ik denk, en dat is nog steeds iets wat ik eigenlijk veel beter begrijp van zijn zus. Omdat zijn zus is eigenlijk iemand die veel meer erover heeft nagedacht en opener ook is. En ik denk dat ik via haar eigenlijk veel meer begrepen heb. Want hij is natuurlijk iemand die gewoon niet graag praat. Wat heb je begrepen? Nou, wat ik bijvoorbeeld heb begrepen is dat het een hele drukkende atmosfeer was, hè, thuis. En er werd heel weinig gepraat. En er was dus altijd gesprekken. Als er gesprekken waren, gingen die over de dood. Over mensen die aan dood gaan waren. En er werd niet enorm gecommuniceerd. Laten we even kijken, want je hebt geprobeerd om dieper tot hem door te dringen. Op het eind van de film. En niet voor niks, denk ik. En dan reageert hij toch ook weer ongemakkelijk.
Ik heb het gevoel dat ik als mens niet... meestal niet goed genoeg ben. En dat heb ik misschien kunnen verschuiven door te denken dat ik als kunstenaar wel goed ben. Maar ik geloof dat soms de mens achter is gebleven. En het heeft te maken met het gebrek aan diepgaand contact, denk ik, met anderen soms. En dat fotografie misschien niet diepgaand genoeg is als contact en dat daar alles op gericht is. Maar wat is dan zo moeilijk om diepgaand contact te hebben? Wat houd je tegen? Mezelf. Zullen we binnen gaan? Hij is toch wel erg op de goede weg natuurlijk, want hij is heel veel in het nieuws. Hij staat toe dat men hem met een filmcamera volgt en interviewt. Je leest ook regelmatig interviews met hem, dus hij is toch wel echt aan het communiceren met de buitenwereld. Mm-hmm. Dus hij is de problemen wel aan het overwinnen. Dat is maar je hebt ook met zijn moeder gesproken, hè? Ja. Praat ze thuis dialect? Maar hij heeft wel een beetje het voorkomen van iemand die liefst niet van het erf komt. God, ik ben dus echt iemand die heel slecht Nederland eigenlijk kent. Maar Strijen, hè, dat is in de Hoekse... Oh, dat is Brabant. Nou, dat wist ik dus al niet eens. laat staan dat ik weet wat voor dialect daar wordt. Maar zeker, er zit iets in, hè. Er zit iets in zijn stem, iets van dialect. Ja, en ook wel in hoe hij het doet. Ja, dat blijft wel. Kijk, een dialect heeft ook grenzen om zich heen. Dan kan het alleen maar een dialect blijven. En Anton heeft ook die grenzen om zich heen, zo lijkt het. Ja. En een vader die dominee was, hè, dat is ook niet makkelijk. Nee, algemeen bekend. Ja. Nee. Het is een mooie film. We hebben er met plezier naar gekeken. Het is hollen of stilstaan bij jou, want er is nog een film. Wanneer is die? Movies That Matter. Dat is begin morgen, festival in Den Haag. En dat is mijn andere film, Peace vs. Justice. En dat is een veel meer politieke film, zou ik zeggen. Ja, die gaat over Kony. En Kony is natuurlijk nu weer actueel en hot, omdat hij ook via YouTube documentaire veel bekeken en Nou ja, documentaire, ik zou het een video noemen. Noemen we dat een filmpje. Nee, maar documentaire vind ik echt veel eer. Het is een geweldige reclame voor je eigen onderwerp. Het is fantastisch, want niemand was in mijn film geïnteresseerd. Behalve dan de VPRO en de Amerikaanse publieke omroep. Maar verder zei iedereen altijd, wat moet je nou met die zielige Afrikanen? En er wil toch helemaal niemand naar kijken? En dat, zo zie je maar. Je moet vasthouden aan wat je denkt dat een goed verhaal is. En, en nu opeens is de hele wereld vraagt om mijn film. Dus dat is heel fijn. Mooi terecht. Kony is een zeer interessante figuur. Ik ben er in Oeganda geweest, maar wat die man daar uitgehaald heeft is onvoorstelbaar. Ja. Heel goed dat daar een film over gemaakt is. Ja, maar het enige vind ik, ik weet niet, want ik hoor die muziek. Is dat betekent dat je eigenlijk je mond moet houden, maar als je nog iets wil. Het publiek loopt ook al weg. Ja. Okay. Ja. 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 Het journaal is al begonnen. Ja. Maar wat wij zeggen, in de herhaling kun je misschien. Nee, want ik ben heel passioneel erover, maar ik vind namelijk heel belangrijk, want dat filmpje is eigenlijk, dat geeft dan een soort awareness. Maar we waren allemaal al bekend met Kony. En Kony is ook al in 2005 is er een arrestatiebevel uitgegaan. Ja. Maar ik vind dat er heel erg een discussie moet komen over hoe gaan we die man pakken. En als we nou een internationaal gerechtshof hebben, dat is prachtig. Maar wat houdt het nou in als we helemaal niet een leger hebben die hem kan oppakken. En ik vind dat, daar ben ik dus heel erg passioneel over, dat jullie die misschien een voortouw, weet ik veel, Nederlandse regering. Toch? U bent toch de Nederlandse regering? Meneer Kamp, regel dat nou even. Ja. Minister van Defensie. Kijk, wij hebben de glazen was er zo aanraken, maar doe dit eens. Den Haag is de internationale justitiestad en dit is een heel goed onderwerp om over te spreken. Okay.